Ik ben Leo Kouterijls. Ik ben geboren en getogen Kempenaar. Mijn grootvader was van Halle en mijn andere grootvader was Antoven. En ik ben dan vooral bekend, denk ik, hier in het Soerselse in verband met het Soerselbos. En hoe is dat een beetje gekomen dat ik mij voor dat Soerselbos gaan interesseren ben? Dat was via mijn grootvader. Mijn grootvader die was rentmeester en jachttoezichter hier in het Soerselbos. En dat was zo'n beetje toen ik klein was, ja, mijn grootvader naar het Soerselbos gaan, was telkens een belevenis. En dan later, toen we wat ouder waren, kwam ik ook heel veel in het boshuisje. Het was eigenlijk wel in die tijd een erg bekend café en ook een zeer typisch café. Het was helemaal afgelegen aan de rand van het Soerselbos, zonder elektriciteit, zonder waterleiding, zonder enige voorziening. En je moest toch altijd praktisch vanuit Zandhoven, vanuit Soersel, vanuit Halle, bijna drie kwartier tot een uur over zandwegen gaan om in dat boshuisje terecht te komen. En daar leefde Fons en Melle. En dan in de studententijd kwamen daar heel veel mensen uit de omgeving, allemaal studenten, kwamen we daar samen. En dat was ons stamcafé. En op zeker ogenblik hoorden we allerlei geruchten dat er van alles zou gebeuren rond dat Soerselbos. Dat was ook de tijd dat de autostrade, de toenmalige E3, nu E34 werd aangelegd. En we hoorden dat daar inderdaad allerlei plannen waren om dat Soerselbos, dat toch een 400 hectare groot was, om dat gedeeltelijk te verkavelen en anderzijds ook een groot recreatiecentrum te beginnen, een beetje zoals Bobbejaanland of iets in die richting. En toen kwam bij ons het plan op van dat tegen te houden, al die gekke plannen. En toen heb ik in 1972, 16 juni om exact te zijn, de VZW, de Vrienden van het Soerselbos, gesticht. De bedoeling van die VZW was het Soerselbos te laten beschermen als landschap. We dachten dat dat de enige manier was om die plannen tegen te houden. En dat is ons inderdaad gelukt. Het heeft wel ongeveer 14 jaar geduurd eer dus de laatste definitieve ministeriële besluiten getekend werden. Het is een heel verhaal met allerlei tegenslagen, tegenstand en toch ook heel veel steun links en rechts, dat we inderdaad dat Soerselbos hebben kunnen redden. Dus het is een beschermd landschap. Achteraf is het natuurlijk ook nog verder beschermd. Het is nu een Vlaams natuurreservaat. Het is ook een habitatrichtlijngebied van de Europese Unie. Enfin, de bescherming die is eigenlijk wel heel goed en heel stevig. Het probleem was ook, en dat is een ander probleem, dat heel dat gebied eigendom was van privé-eigenaars. Dan is we zijn een stuk verder in 1991, heeft men vanuit de Vlaamse overheid en ook vanuit de toenmalige natuurreservaten is men begonnen met het aankopen van stukken van het Soerselbos. In het begin ging dat traag, maar na een tijdje liep het toch wat vlotter, dankzij het recht van voorkoop. Heel het Soerselbos valt onder het recht van voorkoop. Dat wil zeggen dat de Vlaamse overheid het recht heeft van de eerste koper. En de prijzen die vroeger heel speculatief waren, waren ook een beetje gezakt naar het reële niveau bosgrond of landbouwgrond. En dus dat was de oorzaak dat de overheid vlot kon aankopen. En op dit ogenblik is er ongeveer reeds meer dan de helft, denk bijna 60% van het Soerselbos aangekocht door de Vlaamse overheid.